ondernemingsraad, dat is een vertegenwoordiging van mensen uit het personeel die overlegt met de bestuurder van de onderneming over zaken die het bedrijf aangaan en die het personeel aangaan. Dus dan kan het gaan over investeringen of arbeidsomstandigheden. Dat betekent dat als een bestuurder op dat terrein iets wil regelen, hij het aan de ondernemingsraad moet voorleggen en dat de ondernemingsraad de instemming daarop heeft. Dus als de ondernemingsraad zou zeggen tegen zijn directeur, dat zien we eigenlijk niet zo zitten, je zou dit en dit moeten veranderen, dan kan de bestuurder dat terugnemen, of moet hij het terugnemen, om met iets anders te komen of het helemaal in te trekken. De aanleiding van het ontstaan van de voorlopers van de eerste ondernemingsraden, die heette trouwens kernen of fabrieksraden, dat was dat de ondernemer destijds, en de eerste was Van Marken in 1878, Van Marken van de Gist- en Spiritusfabriek in Delft, en de tweede ondernemer was Stork van de machinefabriek uit Hengelo, die wilde contact met het personeel hebben, omdat ze van plan waren met een ziektekostenregeling te komen en een ongevallenregeling, waarvan de premie betaald moest worden uit het loon. We praten over de laatste 30, 40 jaar van de 19e eeuw. Het was het begin van de industrialisatie in Nederland. Dus hele beroerde arbeids- en woonomstandigheden, gezondheidssituatie van werknemers, van burgers in Nederland. Kans op ongevallen was ook heel erg groot. Ja, en tegen die achtergrond gingen arbeiders zich organiseren en gingen verlichte ondernemers, zoals Van Marken en Stork, maar ook van Beeshouw en mensen uit de mijnen, ondernemers, riepen hun personeel bij elkaar om te zorgen dat sommige dingen wat beter zouden kunnen lopen in hun bedrijf. Van Marken en Stork hadden eigenlijk twee bedoelingen met het oprichten van de kern. In de eerste plaats wilden ze de opkomende vakbeweging, die hem voor de voeten zou kunnen lopen, tegenhouden. Maar in de tweede plaats wilden ze op een wat geordende manier zaken op het vlak van het sociaal beleid en het invoeren van nieuwe regelingen voor elkaar krijgen. Dat kon hij niet alleen van bovenaf doen in zijn grote bedrijf. Dus moest hij met mensen uit het bedrijf daarover praten. Ze waren eigenlijk voorlopers op het gebied van sociaal beleid in Nederland. Die door mede-ondernemers vaak met een scheef oog werden aangekeken. Van wat zijn dat voor mensen, wat willen ze eigenlijk? We hebben een wet op de ondernemingsraad gehad van 1950 tot 1979. Waarbij de voorzitter van de ondernemingsraad tevens de directeur was van de onderneming. Nou, dat betekende natuurlijk dat de gekozen leden van de ondernemingsraad eigenlijk nooit echt vrij uit durfden te praten als de voorzitter erbij was. Want dat was meteen de directeur van de onderneming. De vakbonden keken aanvankelijk wat aarzelend tegen de kernen aan. Want het was duidelijk dat Van Marken en Stork die instelden deels om de vakbonden buiten de deur te houden. Dat zou alleen maar commentaar opleveren. Maar op een gegeven moment veranderde dat standpunt ook wel. Omdat veel kernleden ook vakbondslid waren. Er is altijd wel een zekere ambivalentie geweest. In ieder geval tot 1979. Want ja, de directeur was ook voorzitter van de OR. Dat kon natuurlijk nooit goed werken. En toen veranderde ook wel wat de opstelling van de bonden. Want toen zagen ze dat de ondernemingsraad wat kon betekenen eigenlijk. Bijzonder is natuurlijk na de Tweede Wereldoorlog. Iedereen kon vaststellen dat het land was plat gegooid, dat het land was leeggeroofd en dat we samen de schouders eronder moesten zetten om het land op te bouwen. Toen was het absoluut niet done voor stakingen, want het land moest worden opgebouwd. Er waren wel stakingen, maar dat moest niet op grote schaal plaatsvinden. En in het bedrijf zelf was het belangrijk om arbeidsvrede te handhaven. Dat zal een van de redenen zijn geweest dat in de eerste wet de directeur ook als voorzitter van de ondernemingsraad werd neergezet. Die kon dan controle houden op de gang van zaken. Arbeidsvrede is een woord wat past bij het naoorlogse klimaat van 1945 tot 1960. Maar daarna was het een gedateerd begrip. We praten over moderne arbeidsverhoudingen, waarbij we ook moeten erkennen dat zekere tegenstellingen zijn tussen de belangen van de werkgever en van de werknemers. De vakbonden, als hun oordeel over de ondernemingsraad, ze weten dat ze er meer aandacht aan moeten schenken. Om verschillende redenen. Het eigen ledental neemt wat af in de ondernemingsraden. Aan de andere kant slagen ze er wel weer in om in de cao's, waar toch een groot deel van de werknemers in Nederland, ook als ze geen vakbondslid zijn, deel van uitmaken, ondervallen. Die delegeert heel veel naar de ondernemingsraden toe. Dus in dat opzicht moet de vakbond heel goed weten wat er in de bedrijven gebeurt om het verstandig te kunnen delegeren naar ondernemingsraden die krachtig genoeg zijn om dat ook te kunnen oppakken. En dan gaat het toch vaststellen van werktijden, functieclassificatie, noem maar op, een groot aantal onderwerpen. Meer dan alleen lonen.